De politie gaat haar dienders beter instrueren over de omgang met de pers. Dat is gebleken tijdens een gesprek over het optreden van een boze agent op Vlieland die enkele journalisten het werken belemmerde. Jaring Rispens uit Wommels was een van hen. Maandag kwamen vertegenwoordigers van de politie naar het kantoor van Rispens in Wommels. Ook Bert de Jong, de voorzitter van de journalistenvakbond, was aanwezig. De politie bood opnieuw verontschuldigingen aan voor het gedrag van de agent op Vlieland en Rispens kreeg de toezegging dat de politie beter geïnformeerd zal worden over de rechten van journalisten. De journalistenvakbond gaat ook landelijk aandacht vragen voor de incidenten tussen politie en journalisten. Binnen één week zijn journalisten in Zaandam, Oosterwijk, Wassenaar en dus Vlieland belemmerd in hun werk. Jaring Rispens wacht de schriftelijke bevestiging van de afspraken af. Daarna beslist hij of hij alsnog een officiële klacht gaat indienen.